bewust van het feit dat er momenteel ook vogelgriep heerst in Nederland? Zeker. Ik kom regelmatig in gebieden waar de borden staan, zowel voor de varkenspesten als de vogelgriep. Nou, ik kom uit een familie waar mensen ook kuurkoorts en zo hebben gehad. Dus ik ben me heel erg bewust van de risico's die de intensieve veehouderij ook voor de volksgezondheid kunnen hebben. Ja, dus als u in de coalitie komt, dan gaat u het best doen voor een fokverbod? Nou, in ieder geval voor een einde aan die intensieve veehouderij met alle risico's die eraan vastzitten. Dank u wel. Wie bent u? Leonie Vesting. Ja, straks Kamerlid. En we zetten er ook hard op in om te zorgen dat in ieder geval ook het aantal dieren, dus in de pluimveesector, dus het aantal kippen dat gehouden wordt, ook de ene veehouderij natuurlijk, de ene die gehouden worden, dat moet gewoon een einde aan komen. Liever vandaag ook een einde aan de bio-industrie, als het gaat natuurlijk ook om dierenwelzijn, dus niet alleen vanuit volksgezondheid, maar ook als het gaat om dierenwelzijn, dus daar steunen we jullie. Heel fijn ook dat Esther Ouwehand daar natuurlijk ook een boek over heeft geschreven, over de risico's van zoonosis, en dat we er alles aan moeten doen om een volgende pandemie, dus een dierziekte vanuit een dier dat overslaat op de mens, om dat te voorkomen. Nou, dat doe je dus ook om te kijken, allereerst ook naar de risico's die liggen binnen de pluimveesector en de risico's van vogelgriep. Dus die moeten we zoveel mogelijk beperken. De toekomst is plantaardig, dus daar zet ook de Partij voor de Dieren heel stevig op in. Ja, een fokverbod is een hele grote maatregel. Dus ik ga nu niet meteen zeggen, we vinden dat er per direct een fokverbod moet komen. Maar we maken ons wel grote zorgen over de dierziektes. En, wij willen echt dat de veestapel veel kleiner wordt dan dat hij nu is. Het zou heel goed kunnen dat de volgende pandemie vanuit Nederland komt. Ja, het is een enorm risico om zo in een klein land zo opgepakt te zitten, dicht bij de dieren. Als er eenmaal een ziekte toeslaat in de intensieve veehouderij, dan slaat hij meteen heel erg toe. Hè? Ik denk dat er nu echt momentum is om de veehouderij te gaan hervormen. Dus ik geloof dat er eigenlijk nooit grotere kansen zijn geweest dan nu. En eerlijk gezegd hoop ik dat wij in een regering kunnen toetreden waarin we die omslag in gang kunnen zetten. Ik vind het heel goed dat jullie aandacht vragen voor deze problematiek. Ik vind het zelf ook heel erg belangrijk. We hebben alle grenzen bereikt als het gaat over wat er mogelijk is met de veehouderij in Nederland. We halen de klimaatdoelen niet op deze manier. De natuur ligt er belabberd bij en er moet nu echt iets gebeuren. Tegelijkertijd denk ik ook dat een systeem wat in tientallen jaren opgebouwd is, ook niet in 4 jaar weer helemaal afgebouwd wordt. Dus ik ben wel een beetje een realo in die zin, dat ik denk dat het goed is als we de goede richting inslaan. Maar ik ben ook altijd bezig met het managen van verwachtingen, omdat het niet zo is, denk ik, dat het over 4 jaar helemaal anders is. Maar ik ga er alles aan doen om een goede start te maken, want het kan zo niet langer. Nederland hier is momenteel vogelgriep en virologen zeggen dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het kan overspringen. Ik ga me er straks even verdiepen, is dat goed? Ja, maar heeft 50PLUS al een standpunt, zeg maar, qua wat er moet gebeuren met de veeteelt om nieuwe pandemieën zoals corona te voorkomen? Nee. Nog niet? Nee. Oké, maar je gaat het niet. Vandaag gaan we er zeker over nadenken. We moeten naar een moderne vorm van voedselproductie gewoon überhaupt gewoon gaan. Ja. Dus, en we moeten tegelijkertijd ook realistisch zijn. Dat teruggaan in de tijd gaat niet met de groeiende bevolkingsomvang de monden kunnen voeden. Dus we moeten taboevrij, dogmavrij kunnen durven kijken gewoon hoe we dat gaan oplossen. En daarbij vindt Volt gewoon de ideeën van de ecomodernisten wel heel aantrekkelijk om het schoon te doen. Met minimale kans op uitbraak, maar wel met maximaal om mensen te kunnen blijven voeden. Absoluut, we moeten echt gewoon minder vlees durven eten. Wij zijn daarom ook voorstander van een vleestaks, maar we moeten ook echt bijvoorbeeld werken aan technologieën zoals vlees van de petrischaal, insecten en dergelijke. Dus dogmavrij proberen gewoon de ontwikkelingen, moderne ontwikkelingen, ook nader te bestuderen. Alle pandemie vanuit elke invalshoek moeten we zeer serieus nemen. Ja. Ik wil me niet alleen focussen op intensieve veehouderij, maar ook op andere zaken. Ja, oké, maar bent u zich wel bewust dat vogelgriep heerst in Nederland en dat het kan zijn dat het overspringt op mensen en een nieuwe pandemie voorkomt? Kan zijn. Ja. Ik wil er niet op uitlopen, maar dat is zeker een aandachtspunt. Dus u vindt wel de... Want hoe heet uw partij? CDA. CDA? Ja. Nou, kent de partij u wel, die ik moet aanspreken. Ja, zeker weten. Ja, ik denk dat u wel bewust bent van de risico's. Maar vinden dat de veeteelt moet worden afgebouwd en dat we snel maar ook over moeten gaan op een plantaardig voedselsysteem? Hoe staat CDA daarin? Dat gaat te snel. Wat we wel moeten doen is zorgen dat wij vanuit rentmeesterschap heel goed zorgen voor de aarde. Ja. En alles, hè? Alles heeft een voetafdruk op deze aarde. En of dat nou industrie is, of landbouw, of wij zelf, daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. En bent u bewust dat is de missie ook voor het CDA. Ja, want als je kijkt naar het voedselsysteem, is plantaardige voedsel is de meest efficiënte en duurzame voedsel.
Want als je kijkt naar veeteelt, de dieren moeten ook eten. Ik ben heel trots op onze boeren. Ik ben heel trots op onze boeren. De een die zorgt ons voor plantaardig voedsel, de ander voor een stukje vlees. Ja. Er komen nieuwe soorten op. En volgens mij moeten we niks uitsluiten. Mm-hmm. En uitgangspunt blijft dat wij deze aardbol goed door kunnen geven aan onze kinderen. Gaat over dierenwelzijn. Dierenwelzijn, ja, dat is ons nieuw kamerlid. Okay. Ja. Alsjeblieft, nou gefeliciteerd. Plantaardige eiwitten veel efficiënter zijn. Mm-hmm. En het risico op zoonoses beperkt. Ja. Hoe staan jullie daarin? Wij staan daar in alle eerlijkheid wel wat genuanceerder in. Dus wij zeggen niet heel erg uitgesproken, we moeten af van alle dierhouderij en we moeten volledig naar een plantaardig voedselsysteem. Dus die keuze die laten wij wel bij de mensen zelf. Maar wat wij wel uitgesproken hebben in ons verkiezingsprogramma is dat we van die hele intensieve dierhouderij, met ook dat volksgezondheidsrisico, maar ook de weerslag die het heeft op het klimaat, dat we daar echt anders in moeten gaan acteren. Dat we meer moeten naar kringlooplandbouw, dat ook de hoeveelheid die Nederland exporteert, dat we ons kunnen afvragen of dat voor zo'n land wel nodig is. We kunnen ook heel veel andere mooie dingen met die grond. Noem bijvoorbeeld het woningtekort, noem bijvoorbeeld groenvoorziening voor de mensen. Dus wij staan er wat genuanceerder in. Wij zeggen niet allround van weg met de dierenhouderij en weg met de veehouderij. Maar wij ondersteunen wel het pleidooi van een kleinschaligere landbouw. Ik ook helemaal mee eens. Ja. Je hebt zoveel vragen gesteld dat ik vroeg hoeveel vragen heeft u nog? Ja, we zijn eigenlijk doorheen hoor. Nee, dat waren eigenlijk maar drie, maar omdat jullie zo goed Ik wil nog wel vragen specifiek van, ja, hoe staan jullie in dierenrechten? Want we hebben het over voedsel en dergelijke gehad, maar we zijn van Animal Rebellion, dus het gaat echt ons om de dierenrechten. Ja, maken jullie je daar ook hard voor? Ja, nou, zeker. Wij hebben altijd pleidooien voor bijvoorbeeld uitbreiding van capaciteit om meer toezicht te houden op dierenrechten hebben we vaak gesteund. Wij hebben algemene pleidooien voor dierenrechten ook vaak ondersteund. Dus dat zit er bij ons goed in, want wij vinden dat hoe je omgaat met de natuur, hoe je omgaat met dieren, ook iets zegt over een stukje beschaving. Ja. En dus dat zit er bij ons echt wel in. Ja. Oké, dankjewel. Hartstikke bedankt. Jullie ook bedankt. En ik moet naar binnen, want ik word zo beedigd. Heel veel succes. Jullie ook succes. Dankjewel. Ik ga de brief goed op me nemen. Ja.